Het ziet er heel somber uit voor de NPO. De kans is groter dan ooit dat er heel weinig overblijft van de publieke omroep, want de vier vormerende partijen willen allemaal gaan saneren. Geert Wilders is het fanatiekst, die wil gewoon het hele bestel opheffen. En dat zou ook enorme gevolgen hebben voor veel presentatoren, waaronder Euskan Akjol. Euskan presenteert allerlei programmaatjes voor de publieke omroep, waaronder de geknipte gast en sterren op het doek, maar wat blijft daarvan over als de PVV langs is geweest? Leven er zorgen bij hem? Mwa. Het staat wel symbool voor iets maatschappelijks, al dus de schrijver, die nu al weken niet in vandaag een site te zien is, in Faragids. Ze zullen wel spijt krijgen, denkt de EUS. Die sanering is het uitvloeisel van een wraakoefening. Conservatieve partijen willen nu hun gram halen op progressieve klaps. Laatstgenoemden hadden jarenlang, min of meer, een overwicht in Nederland. Vraag is nooit een goed fundament voor beleid. Veel mensen weten niet wat ze straks moeten missen. Het is geen verrassing dat Euskant tegen het saneren van de NPO is. Hij vindt de populariteit van Wilders sowieso zorgelijk. Zij wilden heel lang de gulden terug, de Koran in alle huishoudens verbieden, subsidies op kunst verbannen en ook nog 140 km per uur op elke snelweg rijden. Erg rechts, al dus, eus. Doodeng, trouwens, deze voornemens. Wonderlijk dat een serie als de Joodse Raad zo populair was en dat er tegelijkertijd partijen zijn die met de PVV onderhandelen over een coalitie.